3FM op Pinkpop. We zijn op Pinkpop. Donnie heeft vandaag de North Stage geopend. En hij is nu gewoon hier. Donnie, welkom. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik ben nog wel even aan het bijkomen van de show van net. Ja, ik snap het. Ik heb de druk gedaan, dus ik was backstage. Ik kan het wel weer naar boven, maar met niks te zeggen. Maar we zijn er weer, zeg maar. Ja. Het kwam even naar boven, ja. na het optreden. Ja. Maar dat was een wild optreden. Je wachtte zo'n stage openen, maar dat veld stond gewoon lekker vol. De handjes gingen de lucht in. Ja, en Polonaise. Die was geïmproviseerd, want René Vogel moest ik aankondigen. En ik dacht van, oké, ik wil iets doen. Ik dacht, ja, weet je wat, dan doen we gewoon een Polonaise, toch? En nou ja, geweldig. Ja, ik vind het fantastisch. Gewoon eigenlijk op zijn Frans gezegd, het is gewoon wonderbaar gewoon. Dat is heerlijk, ja. Jij zei net ook eventjes al, jij kwam binnen en je zegt van, ja, maar dit is echt, ik zie het nu. We hebben hier vanuit de studio van 3FM echt uitzicht ook weer over het veld. Het is next level. Ja, maar jij hebt een top uitzicht gehad, eerlijk. Nu is Nielsen bezig, dat zie ik aan de visuals, want er is een heel groot Nielsen op. En ik zie dit, dat. En je kan gewoon lekker gewoon kijken. Gewoon, het is top, gewoon. Het is top. Ja. Nou, je hebt een barretje daar, als je denkt van, oké, we gaan even snel. Tuurlijk, even een klein drankje hier en daar, het kan gewoon gehaald worden. Ja. Hey, het was weer een bomvolle show. Wat ik zo leuk vond, ik zat inderdaad vanuit hier te kijken. En dat vind ik dan prachtig. Jij weet zulke verschillende werelden samen te smelten. Het ging van rap naar René Vroog. En dan wordt het weer in één keer een enorm volksfeest met de Polonaise. Ja. Waar komt die liefde voor Nederlandstalige muziek toch vandaan? De liefde van de Nederlandstalige muziek, dat komt van mijn oma. Mijn oma was groot fan van Schaap met de Vijf Poten. Willeke Alberti, Johnny O'Dan. En dat draaiden ze altijd vroeger. En zij vroeg aan mij een paar jaar geleden van, Donnie, zou je alsjeblieft een liedje willen maken met de volkszanger? En daar was dan geen cent in mijn spullen uitgekomen. En daarna had ik weer een liedje gemaakt en dat was Bon Gepakt. En dat was haar favoriete nummer, zeg maar. En dat is eigenlijk voor mijn oma. Heb ik gedaan, ja, zeker. Wat mooi, ja, zeg. Ja. Daar is dat dus begonnen, van heel jongs af aan. En jij maakt haar dus gewoon iedere keer weer trots. Ja, en de humor, zeg maar, die in de liedjes zit, die heb ik dan, zeg maar, te identificeren met haar. Dat klinkt heel zweverig. Dat ben ik niet, hoor. Zeg maar, los van de blowen ben ik vrij nuchter, zeg maar. Maar ja, eerlijk. Het is een band. Ja. Het is een speciale band die je hebt. Oh, wat goed, zeg. Wat leuk. Hey, en dan nu, als we dan toch weer gaan naar de muziek met veel humor. Met Chantal Jansen, de studio in. Schultebrouw, wauw. Ja, Schultebrouw. Wie staat er nou nog allemaal op jouw wishlist om mee samen te gaan werken? Nou, ik kom nog met een paar liedjes. Ja. En dat is heel letterlijk, want een paar is twee, toch? Dus daar staan wel nog een paar verrassende namen op. En daar staat wel één liedje bij met een featuring. Die ik echt, dat was echt, ja, die komt eraan, zeg maar. Met een featuring? Oké. Het zijn er twee. Het zijn twee featurings. Ja. En welke artiesten zijn dat dan? Het zijn twee artiesten die in de muziekbranche zitten. Voor de rest kan ik niks zeggen. Ja, goed, ik denk, ik ga het gewoon proberen. Ja, maar ze komen eraan. En is dat dan binnen een maand, binnen een half jaar? Of, nee, het is wel... Het is ZSM. Ja, zo snel mogelijk. Leuk. De nieuwe muziek van Donnie komt eraan. En iets met een fietsring. Nou goed, we gaan het allemaal meemaken. Ja. Hey, we hadden het net even over die Polonaise. Hè? En het is natuurlijk, Pinkpop is groot. Wat is nou een van de allervetste ervaringen met fans die je hebt gehad? Staat dit dan in je top 3? Of is er nog wel eens iets geweest wat er overheen is gegaan? Nou, dit is wel zeker echt in mijn top 3. Ja. Zeg maar, inderdaad, ook wat je zei, zeg maar, met de Polonaise. En dat mensen gewoon enthousiast zijn en plezier hebben, dat doet mij gewoon echt heel goed. Ja. Zeg maar. Dat is wel echt in mijn top 3. Zeker. Ja. Als voormalig kok, wat is nou het ultieme recept voor een goed festival optreden? ultieme ingrediënt is plezier. Plezier. En dat is metaforisch. Dat is ook in de keuken. Dan kan je plezier aan je risotto toevoegen. En dat kan een saffraantje zijn, dat kan kruiden zijn. Dat is vrij interpreteerbaar. Ja. Plezier. Ja, zeker. Alsof je dus echt daar iets staat te koken, met liefde. Ja, zeker. Ja, of gewoon aan het frituren bent. Ik bedoel, frituren, dat doe je ook met liefde, toch? Nou, zeker weten. Ik wil net zeggen. Gewoon 180 graden. En lekker delletje erin, hoppatee. Nou, goed, hoor. Schijfie. Ja, ook heerlijk, goed. Man. Erg lekker. Heerlijk. Hey Donnie, hoe ziet de rest van jouw zomer eruit? Ik hoop tropiaans, ik hoop warm. Ja? Je gedijt goed bij dit weer? Ja, ik vind het wel lekker, joh. Zo goed, hè? Ja, lekker, man. Lekker een beetje... Ja, lekker dat zonnetje, toch? Ja, veel shows. En vooral ook nieuwe muziek. En we gaan het meemaken. Ja, zeker, man. Ik ben nog heel even van met die show, man. Ja, natuurlijk. Ik zie, maar je staat hier helemaal te stralen, man. Er straalt een soort blijdschap en trots uit. En terecht. Ik was zo zenuwachtig, joh. Ik was in een hotel. Omdat het dan zeg maar 4 uur rij was vanuit Amsterdam. Ja. En ik zat in een hotel. En ik heb gewoon geen oog dicht gedaan in dat hotel, zeg maar. Ik was gewoon meubilair, weet je. Ik lag gewoon zo. En voor ik het wist, was het 8 uur 's ochtends.
En ik was, ja, en, ja we moesten gewoon, zeg maar, we gingen gewoon. En... Je hebt het gedaan, je hebt gewoon geflikt. Zullen we even gaan luisteren naar hoe het klonk? Ja, ja. Is dat verstandig? Hey, nou, ja, zeker. Het was genieten, bom gepakt. Zoals het dus net klonk, live op Pinkpop. En Donnie Henner leeft ook natuurlijk.